Hey, Sean! Nee! Ach, de man heeft 3 gebroken ribben. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar de grote spelshow. En vandaag heb ik een superleuke co-host, namelijk Sean Demmers. Laat je horen! Dankjewel. Leuk. We gaan vandaag een grote spelshow spelen. De spelshow waarbij ouders tegen kinderen gaan strijden met de spellen van Ravensburg. Ja, en we hebben echt hartstikke leuke spellen en te gekke opdrachten die de ouders moeten gaan uitvoeren aan de hand van het bordspel. En kijk, na elke aflevering hebben we natuurlijk winnaars. We hebben een winnaar van het bordspel en een winnaar uit het speelveld. Mm-hmm. En als er winnaars zijn, dan zijn er ook verliezers. Zijn er ook verliezers. Precies. En de verliezers, die gaan onder de slijmdouche. En ik heb daar best wel veel zin in, want het is leuk. Dat wil je gewoon zien. Dat wil je zien. Ja. Ik wil erbij zijn. Nou goed, ze zitten al klaar, dus laten we naartoe gaan. Let's go! Ik zit hier naast 3 hele leuke kinderen, namelijk Louise, Dominique en Victor. En vertel eens even, Louise, heb je er een beetje zin in? Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar en ik heb er heel veel zin in. Ja? Dominique, heb jij er een beetje zin in? Ja. En hoe oud ben jij? 7. Hé, hey, Victor, hoe oud ben jij? 7 en bijna 8. 7 en bijna 8? Zo, zijn we benieuwd naar welk spel we gaan spelen? Ja. Wij ja. hebben een scheids en die heet de speelgoedmeneer en die gaat nu eventjes vertellen wat voor spellen wij in de aanbieding hebben. Oké, guys, wat wordt het? Bunnyhop, waarbij je de wortel moet gaan bemachtigen, of Gravity Tracks, waarbij je gaat spelen met de zwaartekracht. Oké, nou, dat is duidelijk. Dus we hebben 2 spellen, Bunnyhop en Gravity Tracks. En ik ga aftellen en dan moeten jullie een spelletje noemen die jullie willen spelen, ja? Daar gaan we. In 3, 2, 1... Bunnyhop. Gravity Tracks. Wil jij Gravity Tracks doen? Oké. Dan wordt het lastig. Maar dan is het wel 2-1. Nou oké, laten we dan nog één, laten we gewoon nog 1 keer aftellen. 3, 2, 1... Bunnyhop. Ah, oké, toch Bunnyhop. Nou, leuk. We hebben natuurlijk ook een winnaar en de winnaar gaat niet zonder lege handen naar huis. Dus Sean, wat hebben we? Nou, ik heb hier een heel prijzenpakket van Ravensburg met alle spelletjes. Nou ja, kijk, ik zou deze heel graag willen winnen. Ik ook. Willen jullie deze winnen? Ja. Ja, maar dan moeten jullie best doen, want de winnaar krijgt dit prachtige prijzenpakket. Oh ja, en Sean, vind jij de kleding van, vinden jullie de kleding van Sean leuk? Gewoon even tussendoor. Hoezo? Gewoon even tussendoor. Het kon ook een wortel zijn. Wortel? Ja. Sean, ga even omkleden. Oké. Ik vind het niet, dat is echt niet leuk, hè, dit. Nou, zullen wij naar het speelveld gaan? Zullen we gaan kijken? Hebben we er zin in? Ja. Willen we graag door deze poort gaan? Ja. Hebben we er echt zin in? Ja. Nou, let's go dan. Dan gaan we door de poort. En daar zijn we. Op het speelveld. Zet het licht maar aan. Kijk eens even. Oké, we gaan bijna beginnen met het spel, maar kijk nou even die ouders. Kijk ze nou eens even zitten. Wat leuk. En Sean ligt er ook hartstikke goed bij. Sean, staat je goed, jongen? Thanks. Voordat we gaan beginnen, gaan we eventjes naar de spelregels luisteren. En die gaat speelgoed, meneer, eventjes goed en duidelijk uitleggen. Ja, zeker. Jongens en meisjes, superleuk spel is dit. Wat is nou de bedoeling? Je moet straks de wortel gaan bereiken. Dus degene die als eerste de wortel bereikt heeft, en dan moet je niet naar Sean lopen, maar daar, naar dat worteltje. Dat is mijn broer. Op die kaarten, daar staat dus een 1, een 2 of een 3. En afhankelijk van het cijfer, moet je zoveel stapjes zetten in dat spel. Oké? Begrijp je hem nog, Vincent? Ik begrijp hem nog. En je kan dus ook een wortelkaart trekken. En als je dus een wortelkaart trekt, dan moet je boven 1 keer aan die wortel draaien. En dan komt er een hindernis tevoorschijn, bijvoorbeeld zo'n gek molletje. En die kan je er zo afgooien. Ja, dan moet je dus opnieuw beginnen. Dat is hartstikke duidelijk. En we gaan beginnen. En kijk ze nou even zitten. Ze hebben er helemaal zin in. Zie je, dat zijn helemaal aan het glunderen in die pakjes. Er zijn 3 teams. We hebben namelijk team geel, team blauw en team rood. En laat eventjes weten in de reacties welk team er volgens jou gaat winnen. En wil jij nou ook Bunnyhop spelen? Ga dan naar je favoriete speelgoedwinkel en haal hem in huis. Want Sean, Bunnyhop is geweldig! Ja! Voordat we gaan beginnen, moeten we natuurlijk wel bepalen wie er mag beginnen. Laten we zeggen, de jongste begint. Victoire, trap maar af. In 3, 2, 1, start! Oké, 1 stapje. 2. Oh nee, 2 stapjes. Dus dan moet degene van Team Blauw mag erin komen. Yes! Bunnyhop erin. Bunnyhop, wel erin springen. Oh. Oké. Probeer een wortel te vangen.
Ja. Ah, die, het wordt spannend. Welke woord het? Ah. Het wordt O! Oh. O! Oh. Ja! Dat is hem! Ja, telt die schijnt! Ja, hij telt! Hij telt! Ja. Hey. Hij telt! Oké, doe maar in de bak, want er komt er als het goed is straks nog eentje. Want er waren twee stapjes. Goed zo, en daar komt de volgende. Let goed op. Welke woord het? Wordt het Sean? Ja, hier! Oh! Oh! Hij verdwijnt! Hallo? Nee, helaas. Eentje, maar eentje is ook al goed. Ik vind dat eentje is goed. Oké, we gaan door. De volgende mag. Hey, Sean! Nee! Oh. Zo, is een hardere grond dan dat je denkt. Oh. Ja, 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 ja. Yes. Eén stap voor blauw. Welke wordt het? Welke wortel het? welke wortel het? Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Da- oh. Nou. Telt dit? Nou. Nee. Ja, het was een spectaculaire sprong, maar dit is glijden over de bodem. Ach, en de man heeft 3 gebroken ribben. Nee. ik ben bang dat ik hem fout moet keuren. Sean! Yeah. Ja. Yes! Ja! Heel goed. Ah. Die kon je hebben. Team geel, 1 wortel. 2 voor team blauw. En hier. Er zijn al 3 wortels. Team Rood gaat de kop. Klein applaus voor Rood. Sean! Ja! Hopsa! Dan ga je gelijk op en je kan zelfs Team Rood overtreffen. Oh! Ja! Ja, nog één! Ja! Ja, kijk eens, we hebben een nieuwe koploper. Er wordt nu gedraaid, er kan iemand afvallen. Blauw. 3 stappen. Ja, hij had hem, ja. Ja, team geel en team blauw zijn nu gelijk. En team rood heeft 1 achterstand, maar dat maakt natuurlijk hard, het maakt niet uit, want we hebben nog genoeg stappen te zetten. Yes! Nee, blijf jij anders maar gewoon daar lekker je wortelige zelf. Wortel schieten. Ja! Oh! Gaat iemand afvallen? Ja? Geel, ze mag je wel hier. Opnieuw. Geel is er afgevallen, dus er gaat 1 wortel weg bij geel. Het is niet heel erg. Het wordt nog spannend. Weer een klik. Oh. Er is, ja. Sorry, ja, dat is niet, het is niet leuk. 2 stappen. 3. Oh, Victor valt erin. Gat. Oh, weer 1 weg van blauw. Nog maar 4 blauw. 4 vind ik hem. Oh, maar ik heb niks. Oh, blauw heeft geen poppetjes meer. Victor, ik ben bang. Ja. Dat als jij geen konijntjes meer hebt, dat je dan uit het spel ligt. Okay. Of heb je nog nieuwe konijntjes? Wil je nog 1 konijn dan? Oké. 1 konijn. Ik hoop nu niet dat je nog een keer afgaat, Victor, want dat zou wel stom zijn. 1 stap voor geel. 1 stap voor geel. Dan jou, Sean. Oei, ik val er ook in. Oeh, bij rood is er ook weer eentje weg. Hé, nu gaat het wel heel snel. Hé, team rood, kom op. 3. Nou, maar dan hangen er nog 2. Ja, Sean. Maar ik moet wel even zeggen, dit is wel echt moeilijk hoor. Dit is een lastige. Hij is ook heel eigenwijs, deze wortel. Ja, Sean, dit is echt een taak voor jou. Dat denk ik ook. Wacht trouwens, veel goed meneer. Is het goed gekeurd? Ik keur het goed, ja. Oh, er komt een stoel aan. Ik heb hier een stoel. Ik sta hier goed hoor. Help jij nou maar even, Sean. Ja, ik ben al de hele tijd aan het helpen. Ik moet bij het spel blijven. Dit werkt niet. Ik denk dat we het laatste wortel moeten opgeven. Dan laten we hem even hangen. Nou, laten we hem even hangen waar die is. Het sneeuwt zelfs hier. Ja, nee, het begint echt spannend te worden. Want Victor heeft nog maar 1 dingetje, dus als hij nu gedraait en hij schuift weg, dan... Is het over. Is het over.
Rood nog 3 stapjes twee. En heeft ze gewonnen. 1, 2. Nog 1! Nog 1 en dan gaat Rood winnen. Want als je hier staat, dan ben je automatisch al bij de wortel. Nee, je moet op de wortel bovenop staan. Op de wortel, op de wortel. Ja! Yes! We hebben de winnaar! Dus het betekent dus, Rood heeft gewonnen. Maar team Geel staat het laagst op het bord. Dus dat betekent dat team Geel helaas verloren heeft. Hebben we deze al geteld? Ja, maar voor de eindstand? Zijn wel, voor de eindstand kan je nog even tellen. Maar dit, gaat wel, dit is wel echt flink, ja, hoor. Ja, flink ook. Dit is hier 6. 6 voor team Geel. 3 voor team Blauw. En 2 voor team Rood. Oh. Dus dat betekent dat team Rood uit het speelveld onder de douche gaat. Ja. En hier team Geel. Ah, maar dan ga ik wel. Oh. Wil jij niet onder de douche? Gaat mama dan onder de douche? Wat is dit mooi, zeg. Wat een mooi moment. Sjan, scheids, is dit toegestaan? Ja, dit vind ik wel, ja. Het is hetzelfde team. Hetzelfde team? Dan is dit toegestaan. Ja, absoluut. Dan gaat mama team Geel ook onder de douche. Nou, kijk ons eventjes gezellig staan hier. Ik vind het echt gezellig. Kids. Ik vind het ook gezellig. Ja. Maar we hebben natuurlijk een winnaar. Maar helaas ook 2 verliezers. Wilt de winnaar op de knop drukken? Nee. Ook niet? Ook niet? Nee. Jawel, dat is toch leuk? Dan doe ik het wel. Doe Victor heeft er zin in. Nou, Victor heeft er zin in. Oké, stop. Mag je hier gaan staan? Mag je hier gaan staan? Gaan we aftellen? En dan gaan we aftellen. 3, 2, 1. Laat maar komen! Oh, nee. Achter! Ja! Ja, dat was er even happen. De winnaar heeft wel een mooi pakket gewonnen. Kijk en die gaat Sjan aan jou geven. Kijk eens aan. Dankjewel. Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Laat eventjes weten in de comments wat jullie ervan vonden. En als jij ook Bunny Hop wil spelen of andere leuke Ravensburger spellen, ga dan naar je favoriete speelgoedwinkel en ga checken. En dan spreek ik jullie later. Joejoe. Jullie ruimen het wel even op, hè? Wij gaan dan... Oké, jongens, lunch.